En nu? Breken. Vooruit, voorzitter. Conor Rousseau. Coppa. Twee meldingen voor mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Kijk, dat kan. Ik snak naar adem. En besef, je bent nog altijd maar 15 jaar. Ik val minstens op de twee. De uitspraak van Rousseau is trouwens geen toeval. Een soort vlucht vooruit. Het is toch aan het gerecht om zaken uit te zoeken. Ik ben zelf maar betrokken geweest bij één ernstige zedenfeit. En wij laten dit niet gebeuren. Er is nog niets gebeurd. Hè? En dat is wel belangrijk om mee te geven. Welkom bij de preek. Mijn naam is Kaar en Matige heeft plots een nieuwe betekenis gekregen. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. Doortastend, doch niet handtastelijk. Het is volop komkommertijd. Van deze periode is het nieuws gevuld met ludieke items, zoals dit. Vooruit voorzitter Conor Rousseau heeft vanmiddag in een video op YouTube verteld hoe hij worstelt met zijn geaardheid. Ik verslikte mij haast in mijn holopsie. Wist jij dat Conor Rousseau een YouTube-kanaal heeft? Het is niet zo'n groot kanaal, maar de content is wel heel goed. Ja, ik struggle met mijn geaardheid sowieso. Let wel, Conor die worstelt met zijn geaardheid maakt van hem geen homofiel. Ik val minstens op de twee. Hij valt minstens op vrouwen en mannen. Minstens. Wie weet wat nog allemaal. Maar waarom is dit nieuws? Want ja, de geaardheid van een politicus, ja, dat is uiteindelijk volledig een privé-aangelegenheid. En geen nieuws meer in 2023. De dag van vandaag inderdaad geen nieuws. Omdat de timing wel heel goed gekozen is. Precies een jaar voor de verkiezingen. En volgens Ivan de Vadder is dat misschien wel een soort campagne. Al viel er hem nog iets anders op. Dat de voorzitter van Vooruit zelf de afgelopen weken tot twee keer toe een eenzijdig verzoekschrift heeft ingediend om artikelen van het internet te laten verwijderen. Het ging over één artikel in P-magazine dat we uiteraard niet meer kunnen vinden. En één artikel in het Scheld dat onze ijverige redactie opgeslagen heeft. Tussen de erbarmelijke proza door kregen we te lezen dat er sprake was van... Ivan? Van twee meldingen en nu is elk woord heel erg belangrijk. Mogelijks ongepast gedrag. Van Conor Rousseau. Tegenover een 17-jarige. Klachten zijn natuurlijk geen veroordelingen, maar geruchten zijn er meer dan genoeg. We spreken over een aanranding van een 20-jarige op een huisfeestje. We spreken over berichten die via Instagram naar minderjarige jongens worden gestuurd. We spreken over tientallen incidenten waarbij jongens zijn moeten vluchten uit de auto van de politieker in kwestie. Zonder hem ooit bij naam te noemen, vertelden de jongens van de Behaved podcast wat Conor allemaal uitspookt op zo'n vermeend huisfeestje. Op een bepaald moment val je in slaap, in de kamer. Vervolgens word je wakker met een volwassen man die op je ligt en die seksuele handelingen probeert uit te voeren. Maar dat zijn geruchten en het bewijs ontbreekt. Hoewel, het ontbreken van bewijs is niet het bewijs van ontbreken. Hoe dan ook, hier ruikt iets niet fris. Eerlijk gezegd, dit ruikt nu echt wel naar een heksjacht tegen meneer Rousseau. Waar is mijn toorts? Om de zaak beter te begrijpen, heb ik de afgelopen weken het curriculum van King Conor bestudeerd. Laten we beginnen bij het begin. Conor Rousseau werd geboren op 13 november 1992. Het was een koude en natte vrijdag. Zijn moeder Christel Geerts is voormalig burgemeester van Sint-Niklaas. Ze was een lappenpop van Willox. Wat van hem een generatiepolitiker maakt. Gelijk de Croo. Zijn eerste postje was opmerkelijk genoeg dit. Ik was kinderminister van... kinderrechten en welzijn. Toen hij kind was, kwam hij op voor kinderwelzijn. We kunnen hem nog geen egocentrisme verwijten. Hij is nu eenmaal zo geboren. Er is zelden iemand geweest met een grotere politieke stamboom dan Conor Rousseau. De Gucht, Tabak, Somers, De Wever, Van den Bossen, Peters, Anciot en Schilt. Buiten beschouwing gelaten natuurlijk. Geboren in Gent oogde wat feodaal, maar het is geen misdrijf. Op 26 mei 2019 behaalden de Rooien hun laagste score sinds 1978. En dat piekte zo hard dat de echte voorzitter, John Crombie, het moest aftrappen. De SPA koos in november dat jaar een nieuwe, hippe, jonge, dynamische, vuilgebekte voorzitter. Die direct in actie vloog en zijn kledinglijn lanceerde. Kunt jij één politieker noemen die het hem voordeed? Ik wel.
Het decennium begon met de nieuwjaarsreceptie van SPA, waar Conner reclameerde dat het genoeg geweest is. Maar genoeg is genoeg. Hij wil dit niet meer. Dit wil ik niet meer. Hij wil dat u omdraait. De ommekeer. Conner kondigde aan dat de SPA ging veranderen. Naar de SPAA, feitelijk. En hoe hij dat ging doen, moest wachten tot na het applaus. Vervolgens begon hij over zichzelf en andere nonsens te praten. Matekes, ik ben altijd aan de speciale geweest. En ik zou graag hebben dat je eerlijk antwoordt. Begrijp mij niet verkeerd, hè. Het is al lang, al heel lang zelfs, dat ik dat eigenlijk al die vrouwen en al die mannen allemaal eens vol een bak. Ik gun hun dat, hè. Kan ik eigenlijk wat zingen? Bij deze eerste kennismaking kwam hij voorts een beetje fascistisch over. En terecht. Ik heb u toenertijd gewaarschuwd dat Conner Rousseau allerminst een koorknaapje is. Een fascistische socialist is een heel gevaarlijke combinatie. Hij had overigens geen probleem met die analyse. Hij vond het zelf grappig. Iets later verduidelijkte hij in de Zondag zijn plannen. Hij wil bovenal geen nieuwe Steve Stevaert zijn. Maar waarom niet? Dat was toch een goede aanwacht. Deze zomer ging het hem feesten op een boot. En dat mocht niet, want het was corona. Maar dat verhinderde hem niet om het nog eens te doen. Je hoeft niet akkoord te gaan met de coronamaatregelen, maar het is uiteindelijk wel de regering waar jij deel van uitmaakt die het beleid bepaalt. Rousseau is hier betrapt op hypocrisie, maar dat zal hij zeker niet toegeven. Hij laat zijn broer er liever over liegen. Alles is verlopen zoals dat moest zijn. In Frankrijk tot 5000 man feesten en buiten waren met hoeveel? 55 of 60 of zoiets. Dat kan goed zijn, maar dat feestje was duidelijk niet buiten. Verantwoordelijkheden ontlopen zit kennelijk in de familie. Omdat SPAA niet zo goed bekt, besloot Conner om de naam van zijn partij te veranderen naar Vooruit. Gelijk De Vooruit in Gent. Kennelijk kijkt hij tussen de feestjes door graag naar de familie Bakkeleeuw. Maria Bakkeleeuw die stapt een luchtbal vooruit. Daardoor kweekt hij immens veel verwarring bij gemeentelijsten, waaronder eentje van Vlaams Belang. Waarschijnlijk het begin van een hopeloze strategie om blokkers voor zijn kar te spannen. Maar eerst moest er een regering gevormd worden. De N-VA, die nooit met de Sossen zouden samenwerken, hebben geprobeerd met Rousseau een regering te vormen met Vlaamse meerderheid. Het is niet gelukt, want Rousseau hoorde liever de vier seizoenen. Jullie hebben heel lang samengewerkt ook met de N-VA, lang met hen gesproken. Ze hebben ongelooflijk veel kritiek op alles wat jullie nu bereiken in dat Vivaldi-project. Hiermee verraadde hij de Vlaamse kiezers, maar gelukkig niet zijn bomma. Oh, ik zag altijd. Mijn bomma zal er niet van wakker liggen of het er een Vlaamse meerderheid is, maar wel dat haar pensioen verhoogd wordt. Hij zegt dat altijd. En met deze mensonterende woorden stelde hij zijn bompa voor. He's back, bitches. Conner Rousseau postte de woorden op Instagram met een selfie met Frank van den Broeke. Niemand wou dit. Die mens heeft uw geld verbrand in de jaren 90. Maar het was volle pandemie en er moest een regering komen, want de mensen wouden hun leven zo snel mogelijk hervatten. Op café gaan, op de jeugdvereniging, de sportclubs, op elkaar kunnen vastpakken tot een onbekende terug binnendraaien op een festival, noem maar op. Bij zijn eindejaarstoespraak herhaalde hij hoezeer hij festivals mist. 2020, het jaar zonder festivals. En het binnendraaien van onbekenden. Zonder handen en kussen geven. Daarom eindigde hij het jaar met deze profetische woorden. Het beste cadeau dat wij elkaar kunnen geven is 2021 starten met zo weinig mogelijk besmettingen. En 2 weken later was hij ziek. SPA-voorzitter Conner Rousseau is besmet met het coronavirus. Gelukkig kreeg hij veel steun van zijn matekes. Merci, maatke. Steun die hij volgens Comac beter zou geven aan studenten met zelfmoordneigingen. In februari ging hij de strijd aan met zwangere junkies. Als je ziet dat een moeder die heroïne verslaafd is, kinderen blijft maken, die kinderen door een rechter steeds worden afgenomen omdat het onveilig is, die kinderen met stoornissen, met verschijnselen, die afzien bij geboorte,
dan stel ik mij toch wel de vraag, moeten we hier niet ingrijpen? Conner wil een kweekverbod voor mensen aan de rand van de maatschappij. Eventueel gepaard met een lebensborn. Maar geen zorgen, de Untermenschen worden voorlopig niet gesteriliseerd. Ik heb een rijbewijs, u heeft een rijbewijs, veronderstel ik. Ja. Als u een paar keer de wet overtreedt, we zouden een wet kunnen gieten, als u een paar keer de wet overtreedt, dan zeggen we eigenlijk, u mag niet meer op de weg met die wagen. Kappen we dan uw handen en uw voeten af, dat je fysiek niet meer kunt rijden, of nemen we uw rijbewijs af? Je hebt het goed gehoord. Hij pleit voor een vrijbewijs. En ik heb mijn kans toch niet gemist. Dit alles was allerminst naar de goesting van de almachtige Almatch. Haar moeder was kennelijk Walter Michiels. Als het aan meneer Rousseau had gelegen, dan had ik eigenlijk niet geboren mogen worden. Daarop ter zake kreeg hij de kans om zijn woorden terug te nemen. Wat hij natuurlijk niet deed. Ik heb die woorden niet teruggenomen. Ik heb ze verduidelijkt. Zijn verduidelijking ging over zichzelf en andere nonsens. Ik ben 13 jaar vrijwilliger met mensen in het bijzondere jeugdzorg. Mm-hmm. Kindermishandeling, kinderverwaarlozing. Alsjeblieft. Kindermishandeling en kindverwaarlozing. Zelf als vrijwilliger al 13 jaar actief. Maar ja of nee, je antwoordt niet op de vraag. En Meegem kon een frons niet verbergen toen ze dit hoorde. Ik vind de afstandelijke toon van Meegem heel raar. Meneer Rousseau, oké, dat is goed. Dat zal een houding zijn die je moet aannemen. Conner is kennelijk vergeten dat hij niet in dezelfde partij zitten. Een fout die ik wel kan begrijpen. Maar stemmen van Groen heeft hij hier niet mee gewonnen. Op 21 maart was het eindelijk zover. Vooruit is sinds vandaag de nieuwe naam van de partij SPA. Met een fabelachtig schouwspel kwamen alleen staande sossen alleen vertellen wat alleen zij willen alleen. Alleen als we allemaal naar de toekomst kijken. Alleen als iedereen zich veilig voelt. Alleen als we allemaal dezelfde taal spreken. En als kerstverse mama wil je alleen. Alleen als we onze kinderen en kleinkinderen. En Conner voegde er nog dit aan toe. Ik heb je nodig. Mij? Voor een geweldig idee. Ah, wel hè. Wat denkt u van minder egocentrisme en meer socialisme? Dat gaat uw bomma leuk vinden wanneer dat haar pensioen gaat halen. Met haar rollator. En het klonk haast rood toen het over het loonoverleg ging. 0,4 is voor ons een minimum. Maar helaas is dat niet wat we kregen. Een collectieve loonsverhoging van maximaal 0,4%. Minimum, maximum. Leg dat maar eens uit aan uw favoriete kassierster in uw favoriete badplaats. Ik krijg aan de kassierster in Nieport in de supermarkt aan Deborah niet uitgelegd dat daar winst gemaakt wordt, dat de aandeelhouders daar dividenden zouden uitgekeerd krijgen en dat er voor haar geen loonsopslag in zit. Dat is niet uit te leggen. Dat is niet rechtvaardig. Dat krijg ik niet uitgelegd aan Deborah en al haar collega's. Maar hij was Deborah rap vergeten dankzij de dochter van Koen Wouters. Ik heb wel contact met zijn dochter op Instagram soms. Oké. Met mijn dochter op Instagram? Ziet dat. Gelijk alsof die mens de naam van zijn eigen dochter niet weet. Koen heeft haar zo genoemd als afkorting van Zietager. Met die potten vanaf blijft Conner. Conner was op dat moment tenslotte 29 en Zita 17. Ik zou het toch even van dichterbij bekijken. Je moet ze niet kijken, niet speciaal. Ik denk dat Instagram is ook maar Instagram, hè. Tuurlijk. Nee, maar dat wil dus zeggen dat jullie elkaars dingen liken of zo, dat je elkaar volgt. Ja, en al eens gesprekken gaat hebben. Want als een man van bijna 30 uw minderjarige dochter stuurt op Instagram, mocht je wel wat vragen stellen. Maar ik weet dus niet dat je gesprek voert op Instagram. Hè? Ik ben nogal een... Geslide in de DM's. Volgens Urban Dictionary betekent to slide in de DM's dat je de ontvanger wilt poepen. Maar Zita is ondertussen meerderjarig en nog steeds een meisje. Dus ik denk dat Conner het zo niet meende. Ja, maar ik zeg niet veel dat ik niet meen hoor, dus tuurlijk meen ik dat. Dan is dit een bekentenis. Dank u wel, de video is nog niet eens al verwegen. Maar het beste moet nog komen. Herinnert u nog dat hij u nodig had voor een geweldig idee? En wel, hij meende dat. Socialisten van Vooruit mogen voortaan ook mensen zonder lidkaart voorstellen doen voor het partijprogramma. Op een bijeenkomst die ze de Big Shift noemen, kondigde de koning zijn fantastische plannen aan om de kloof tussen de mensen en de politiek dichten en zo radicaal rechts terugdringen met een beweging. En hij deed dat met de ondertussen welgekende pompeuze theatraliteit. Wacht, wacht. Het gaat komen. Nu komt het. We zijn er bekanst, beloofd.
niet open. Dag allemaal! Dit was misschien wel het grappigste dat ik ooit gezien heb, maar niet het meest interessante dat ik ooit gehoord heb. Ik wou horen hoe hij de kloof tussen de mensen en de politiek ging dichten, maar we werden gewoon beledigd. We're back, bitches! Mijn geduld raakte stilaan op. Het sterretje in de vooruit bekommert zich duidelijk meer om zijn imago dan om zijn verdrinkende partij. Ik wil maar zeggen, dit is ook geen reddingsboei. Het is wel de eerste keer dat ik een partijvoorzitter kom afhalen bij Hotel Mama. En ik word bijna 30. Op het einde van dit mediageile jaar kwam hij ook nog in het huis met Erik Goens. Wat volgde was een bloemlezing van een hoop alternatieve feiten over Conor Rousseau om hem toegankelijker te maken voor het Vlaamse volk. Met name het West-Vlaamse volk. Bier zonder alcohol, dat vind je hier niet. Maar wel een woord, wuffie zijn, monokie niet. Fijne vlees, waren of charcuterie is de correcte tekst. Gaat het ook kunnen opzoeken als je dan toch zoveel belang hecht aan je West-Vlaams voordoen? Als het erom gaat, dan schakel je over naar het West-Vlaams. Soms, ja. Zeker mijn West-Vlaamse luik in mijn leven heeft mij wel gigantisch gevormd tot wie dat ik ben. Maar hoe klinkt zijn West-Vlaams nu eigenlijk? Niet. Ik kost dat vroeger, ik kan dat nou ook. Volgens mij is dat niet juist. Daarom vroeg ik het aan mijn favoriete kassierster uit Nieuwpoort. Hallo, met Deborah. Zij, wil jij een keer iets beluisteren voor mij, alsjeblieft? Niet. Ik kost dat vroeger, ik kan dat nou ook. Klonk dat als West-Vlaams? Nee, dat klinkt niet als West-Vlaams. Dat klinkt meer als Conor Rousseau's West-Vlaams. Dat is het enige dat ik moest weten, dank u wel. Ja, ik ga nou een beetje verder werken. Allee, salutjes, hé. Tada. Hij past dus niet in het kotje van West-Vlaming. En er is geen kotje voor huichelaar uit Sint-Niklaas. We kunnen mij zo niet in een kotje steken. Zo. En dat is wat we in Vlaanderen heel graag doen. Iedereen in een kotje steken. Zo. Maar hadden we beter opgelet, wisten we al in welk kotje we hem kunnen steken. Zo'n worstel als nu zegt Rousseau tekens. Het kotje van Bourgondier natuurlijk. Van levensgenieter. Van een aandachtshoer die zo bescheiden is dat hij er niet over kan zwijgen. Ik zal niet rap naast mijn schoenen lopen. Ik ben echt heel down-to-earth opgevoed. Volgens mijn bronnen zijt gij een snop die zijn eigen heel graag ziet en flauwe excuses vindt voor alle kritiek. Er zijn ook mensen die mij waarschijnlijk niet kennen, dat zeggen. Nee, ze kennen u en het zijn West-Vlamingen. Hij wil nog meer sympathie sprokkelen door de gezondheidsproblemen van zijn zus te verkondigen. Bulimie. Suïcidaal ook even. En we weten hoe Conor met zelfmoord omgaat. Ik heb dat zo'n beetje genegeerd, even. Ik had zoiets van, ja, we hebben eigenlijk alles om gelukkig te worden. Hij kon er niet mee om. Kon daar niet mee om. En zo zetten we een punt achter dit mediatieke jaar. De caviar-socialist begon het jaar 22 door vrijdenkers en immuunverstoorden te discrimineren. Vervolgens kwam hij uit de kast als zingend konijn. Vlaanderen en Kanaal 42 stelden zich er vragen bij. Ik vraag mij af wat de bijdrage is van een politicus die zich verstopt in een konijnenpak en komt zingen op een tv-scherm. Nogmaals viel hij door de manden bij de West-Vlamingen. Maar we weten al dat Conor Rousseau een aansteller is. Het zou mij allerminst verbazen moest dit... geautotuned en geplaybacked zijn. Ter herinnering, dit is hoe dat Conor zingt. De ommekeer! Zoals een 17-jarige op een huisfeestje had hij ons bij het Pietje vermeend. In april vond hij nog een andere groep mensen om te beledigen. Als ik door Molenbeek rijd, heb ik niet altijd het gevoel dat ik in België ben. Ik denk dat met mij heel veel mensen dat ze dat vinden. Vrij zeker dat minstens meneer De Winter die mening deelt. Vaak weer klinkt alleen nog Arabisch, soms zelfs in de klas, meent de vooruitvoorzitter te weten. Maar mijn dieders spreken per tang allemaal Frans. Hiermee haalde hij het ongenoegen van zijn Franstalige collega's naar boven. Misplaatst, stigmatiserend, xenofoob klinkt het. En ik zie heel goed wat je daar aan het doen bent. Het is geen geheim dat hij Vlaams Belang kiezers wil terugwinnen. Zwaansna niet, hè. De maand mei begon met 1 mei. Een feestdag die hij gebruikte om nogmaals kiezers van het Vlaams Belang te bereiken. Vlaams Belang is een wolf in schaapsvacht.
Ze doen wel alsof ze de werkende klasse willen verdedigen. Maar eigenlijk, vrienden, eigenlijk rijden ze alleen voor de elite. En hij doet dat alsof ze hem kunnen horen. Is niet waar misschien, meneer Van Grieken? Hij moest zo niet roepen, Connor. Die mens is daar niet. Maar hij was wel in de buurt. Op een eigen 1 mei bijeenkomst, ook in Sint-Niklaas, de thuisstad van Rousseau. En daar maakte meneer Van Grieken deze analyse over de buren. Ze zitten met de poepers. Hoe durft hij? En dat op 1 mei. Dat is onze strijddag. Terwijl Connard het land verdeelde in wij en zij, ons en hun, hielden de andere rooien ook een feestje. Wij worden gewoon beroofd als wij gewoon naar de pomp gaan, de naften en diesel. Wij moeten betalen, hè. Roel Hedebedebede vertelt al jaren wat Conor Rousseau zou moeten zeggen. Maar dan zonder dienst polemiek, polarisatie en pretentie. In augustus verscheen er een tweet die Conor beschuldigt van zedenfeiten op een festival. Vergeet niet, hij draait al een keer graag een onbekende binnen. De media melden dit niet, want het is bijzonder speculatief. Maar het is er. Daar is het. Doet ermee wat je wilt. Zo ongepast als hij vermeend op de festivalweide is, is hij ook op de dansvloer. Daar schreef de media wel over. Tegen het einde van het jaar moest hij er ons nog eens aan herinneren. De partij Vooruit bindt de strijd aan met Vlaams Belang. En hij loste vuur met de heetste one-liners. Vlaanderen wordt niet het Hongarije. Aan de Noordzee, niet bij ons. Maar wie kaats moet de bal verwachten en Van Grieken leek beter bewapend. Mochten de verkiezingen gaan over wie het beste kan dansen of zingen, zou ik me zorgen maken. Auw, zijn gevoelens. In 2023 was er ook een 1 mei en het was veelal hetzelfde. Connor kaartte een sociaal probleem aan en sprak over zichzelf en andere nonsens. Je ziet een kleuterjuf staat alleen voor 27 leerlingen. Dat is bijna onmenselijk. Maar ik heb nog Grieks-Latijns gestudeerd met 5e klas. En dat blijkt maar half waar te zijn. Hij heeft Grieks-Latijn geprobeerd, maar niet echt gestudeerd. Latijn, Grieks, Latijn, wiskunde, economische, CO-test. Terwijl Rousseau pretendeerde, vierde de concurrentie ook 1 mei. Roel zei nogmaals wat dat Conor Rousseau eigenlijk al jaren zou moeten zeggen. Het is altijd hetzelfde. Als het is over betalen voor belastingen, is het altijd het werkvolk dat betaalt. Accijnzen verhogen, BTW verhogen enzovoort, maar nooit bij de superrijken. En hij deed dat zonder zijn middelbare opleiding te vermelden. Tommy Jos van Grieken kaartte ook de hoge belastingen en uitgaven van de overheid aan. Dat betekent dat u pas na uw lunch begint te werken voor uw eigen loon en in de voormiddag werkt u voor de Kro, voor Rousseau en Co. Het is opvallend dat dit gedichtje linkser klinkt dan eender wat dat Connor de voorbije jaren gezegd heeft. Maar volgens Rousseau is er geen probleem. Zelfs al beginnen zijn eigen kiezers te twijfelen. Pakt hij het aan, gelijk de zelfmoordneigingen van zijn zus. Zo duwt je de linkse stem naar de PvdA. En we zullen volgend jaar in het stemhokje zien of dat al dan niet iets uithaalt. Want de sossen doen het deze keer zonder kiesvee. Vooruit voorzitter Conor Rousseau wil mensen die nieuw zijn in ons land de eerste 3 jaar geen leefloon van het OCMW meer geven. Het kiesvee krijgt geen geld meer, voor hun eigen bestwil natuurlijk. En alleen op die manier helpen we die mensen ook. Hij heeft ondertussen bijna heel het land beledigd. Wie blijft er dan nog over om op hem te stemmen? Conor Rousseau is herverkozen als voorzitter van Vooruit met ruim 95% van de stemmen. Enkel de domme sossen. Wat in zijn echokamer, zijn knuffelbubbel, voelt hij zich geborgen. Zelfs ondersteboven is het zelfvertrouwen bijzonder groot. Maar de was smelt stilaan tussen de ja-knikkers en de geïnfatueerde bakvissen. En op 6 juni vielen zijn politieke vleugels. Toen Scheldt hem beschuldigde van zedenfeiten met minderjarigen. En P-magazine zijn coming-out kaapte. Hij had misschien vroeger uit de kast moeten komen. Ik struggle met mijn geaardheid, sowieso. Het is 2023, maar voor mezelf is het iets waar ik het gigantisch lastig mee heb. Want nu vindt P-magazine hem niet meer tof. De beschuldigingen had hij evenwel niet kunnen voor zijn. Het parket heeft 2 meldingen ontvangen over mogelijk ongepast gedrag van Rousseau, ook tegenover iemand van 17. Gelukkig kon hij op de steun rekenen van onbekwame sossen zonder bewijzen. Sommige politieke tegenstrevers hebben er alles voor over om het Conor moeilijk te maken. Maar ik beloof hen, ze zullen er niet in
lukken. Wij staan als één man achter Conor. Volgens deze notoire diploma-fraudeur is de vermeende voorzitter het slachtoffer van enkele politieke tegenstanders. Ze noemt echter geen namen, want voor kennis moest ze bijbetalen. U ontkent dan formeel dat er sprake is van ongeoorloofd gedrag. Wat ik zeg is dat ik en velen met mij, zijn familie, zijn vrienden, mijn partij, mijn collega's, wij steken allemaal ons hand in het vuur voor Conor. Gaius Mucius Scaevola, de linkshandige, stak zijn rechterhand in het vuur om aan de koning te tonen dat hij geen schrik had voor tirannie. In deze vergelijking is Conor de koning en zijn wij de linkshandige. P-magazine, Het Scheld, de Behaved podcast en de Vader Ivan spanden allemaal samen tegen Conor en bekokstoofde zelfs 2 meldingen bij het gerecht over ongepast gedrag. 1 melding werd ook serieus genomen. Maar het is al geseponeerd en dat betekent dat Conor niet zijn verbergen heeft. Er is 1 aangifte geweest waarvan ik ben daardoor ondervraagd ook. En dat is onderzocht geweest. En dat is geseponeerd wegens geen feiten. Ik had het hierbij dan ook gelaten. Waar het niet dat de jonge dictator zijn bakjes niet kon houden. Het is wel een gevaarlijk precedent dat ik morgen tegen u een klacht kan indienen of een aangifte kan doen. Wacht. Trekt jij de rechtspraak in twijfel? Tot welk eind? En daarmee heeft u eigenlijk mijn tegenstanders eigenlijk wel een cadeau gedaan. Zijn imago is kennelijk belangrijker dan rechtvaardigheid. Ondertussen is er nog een 3e klacht binnengekomen. Bij het parket van Antwerpen heeft een jonge man vanmorgen een klacht ingediend tegen de voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau. En Vooruit heeft nog steeds geen bewijzen voor hun eigen roddels. Zijn partij Vooruit heeft het over een heksenjacht. Ze tonen enkel rode lokvogels met een ondermaatse kennis van het gerecht. Dat zomaar iedereen een klacht kan neerleggen of een melding kan maken, dat vind ik gewoon niet de correcte manier van werken. Ja, Trut, zo werkt het. De bewijslast ligt bij de aanklager. Het bestaan van de klacht is natuurlijk geen bewijs van de klacht zelf. Maar dit verstaan ze niet bij Vooruit. Voor ons is het duidelijk dat er een lastercampagne bezig is. Dat is al maandenlang aan de gang. En dat is wel wat er nu gebeurt. De uitspraak, de deur is wit, is geen bewijs van de kleur van de deur. Ik kan even goed aan het liegen zijn. Volgens hen is Rousseau al maanden het doelwit van een gerichte haat- en roddelcampagne en is deze klacht daar het zoveelste bewijs van. Conor Rousseau is al maanden het doelwit van een doelbewuste haat- en roddelcampagne. De berichten over een melding bij het parket van Antwerpen zijn daar het zoveelste bewijs van. Het vermoeden van een samenzwering kan onmogelijk het bewijs zijn van die samenzwering. Dit is een postulaat en dat kun je niet bewijzen. Grappig genoeg reageerde Conor op Instagram met een andere vermeende. Rousseau zelf die heeft vanmiddag gereageerd via Instagram. Hij gebruikte daarvoor het nummer Scream van Michael en Janet Jackson. De tweede melding werd ondertussen ook van tafel geveegd. Een melding over mogelijk ongepast gedrag van Vooruit-voorzitter Conor Rousseau is geseponeerd. Maar de 3e is dat niet. Een klacht van iemand die zegt zelf slachtoffer te zijn. En die klacht wordt nog onderzocht door het parket van Oost-Vlaanderen. Dus we wachten vol ongeduld op de resultaten van het onderzoek en de uitspraak van het gerecht. Wat kan ik hier nu over zeggen? Er is een klacht, maar die kunnen wij niet bewijzen. Net zo min als dat Vooruit kan bewijzen dat er een heksenjacht aan de gang is. Dat wat niet gebeurd is, wel of niet openhouden, dat kunnen we niet bewijzen. Ik denk wel dat ik bewezen heb dat meneer Rousseau zich de voorbije 4 jaar heeft gedragen als een rotjong. Wat wel gebeurd is, dat kunnen we wel bewijzen. Ik heb niets anders dan klachten te horen gekregen over deze tactloze demagoog. De N-VA. Groen. Drugsverslaafden met een kinderwens. Comac en de PvdA. Studenten met zelfmoordneigingen. Nieuwkomers. Zijn eigen partij. Gans Molenbeek. De PS. Gans West-Vlaanderen. De Vlaamse Kiezer. Kanaal 42. Toffa Commerce en Koen Wouters. Hij heeft bijna iedereen beledigd. En uit mijn gedreven onderzoek blijkt dat ik hem ook niet zo leuk vind. Ik wou in feite dat ik u feiten kon geven. Maar geruchten zijn geen feiten. Feit is wel dat er geruchten zijn. En dat zijn bewijzen. Dat zijn feiten. Dat is wetenschap. Als politieker komt hij vooral met veel kritiek en weinig oplossingen. Wat je ook kunt zeggen over Vlaams Belang en PvdA. Maar die zitten niet in de regering. Het lijkt me evenwel dat hij zijn
Roem prioritair geacht. Iemand is bekend en is zo uit het niet bekend geworden. En geen aandacht besteed aan zijn echte concurrenten, de PvdA. Goh, ik hou me eigenlijk geen energie in mensen die aan de zijkant staan te roepen. Ik denk trouwens dat indien de slachtoffers meisjes hadden geweest, er veel meer belang aan gehecht zou worden. Maar ja, dit is de wereld van twee matekens en twee gewichtekens. Het lijkt erop alsof de koning beschermd wordt door zijn acolyten. En die zitten kennelijk op Wikipedia. Na 30 jaar betutteling gelooft Connor dat hij alles kan doen. Zelfs een ollie. Connor, kom aan. Je kindje dat leert fietsen. Waarom doet dat niet zo? Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Connor Rousseau komt uit de kast als YouTuber. 2. Hij wordt verdacht van ongewenste intimiteiten met onbekenden op een festival. Vermeend. 3. Het ontbreken van bewijs is niet het bewijs van ontbreken. Hartelijk dank om alweer te kijken naar deze nieuwe editie van Man schrijft tegen scherm. Rotkie Shitshow. Klik op het duimpje naar boven als je het leuk vond. Als je het niet leuk vond, schrijf het dan in de commentaren. Ik ben zeker dat iemand u te woord zal staan. Ik zie u graag en dat is geen zedefeit. En ik laat u nog met dit. Als hij echt een YouTuber wil zijn, kan hij zijn verontschuldiging per ukulele brengen. Subscribe to Hut Vet Tug Quartierka. Do it now.